Zes artiesten uit Gelderland met allemaal dezelfde droom. Een hit scoren en doorbreken. Wij volgen ze in hun poging de top te bereiken. Twee, met je zwavelhalen. Ik rij hier dus internationaal mee. En zometeen even gezellig hier in de feesttent zingen, optreden. Want jij hebt alles, alles, alles. Alles, alles, alles. Alles waar ik stapel van word. God, dat is... Dat is lang geleden dat de man dat tegen mij gezongen heeft, hoor. Een nieuwe genre, het nieuwe look, hè? Stoer met vrouwelijk handje. Gewoon dat mensen wel zeggen van, daar staat ook iets op podium. Kom mensen, die handen nog eens het feestje gaan doen. Volk. René heeft zelf een studio, maar voor de opnames van zijn nieuwe single gaat hij naar een ander. Naar Edwin van Hoevelaak. Een bekende producer in het wereldje. Hey Edje. Hey jongen. Hoe is het? Ja, goed hè? Ja. Heel druk bezig jongen. Ja, ik was al even in de voorbereiding, maar het staat allemaal start klaar. Ja. Nou, lekker nummer geworden hè? Ja. Nou, moet een gitaartje bij, een koortje bij. Ja. Toch zou het wel goed voor mij. Denk nog wel, ja. Zing eens mee. Met een zwoele blik en ik weet wat je zeggen wil. Ja, dat lukt wel. Zie je als je toon, hè? Ja. Maar wat je zegt, een mooi gitaartje erbij en zo. En dan, Ook met die modulatie hier. Dit stuk. Ja, die tweede stukje, ja. Sorry, wel. Gaan. Dat is die, ja. Ik heb twee stemmen erop laten staan. Oh, dat is goed. Kun je die even horen? Mooi. Ik heb vorig jaar het geluk gehad dat ik 3 hits heb gehad. En mijn laatste single, Ware Liefde, die heeft toch een nummer 2 positie in de Nederlandstalige top 30 weten te behalen. Mag nu wel een keer gaan gebeuren na zoveel jaar weer. Maar ik ben trots op Edwin. Hij heeft gewoon weer een goed liedje geschreven. En ik denk wel dat liedje iets kan gaan doen in Nederland. We gaan het best doen. Let's go. Nou, mooi. Door zijn single te laten maken door Edwin van Hoevelaak wil René zijn kansen op succes vergroten. Want Van Hoevelaak is dé man met dé contacten. Ready? Yes. Oké, daar komt ie. Doe het eerste gedeelte. René snapt het concept. Die zegt, hij kan ook naar een andere studio gaan waar hij misschien voor de helft van het geld een plaatje kan opnemen. En dat wil niet zeggen dat je dan geen hit kunt scoren. Het is uiteindelijk wel zo dat je op lange duur kwaliteit zich wel gaat onderscheiden. Het is nu al gezellig. Je kijkt me aan met een zwoele blik. En ik weet wat je zeggen wil. Ja, in de loop der jaren heb ik natuurlijk ook... hier en daar hits gescoord met artiesten. We hebben aan basis gestaan natuurlijk van de carrière van Jeroen van den Boom, van Nick en Simon. Ja, daardoor groei je natuurlijk mee in dat proces en wordt je naam meer geld waard. Ja, ik wil geen bedragen noemen, maar het gaat echt om heel veel geld gewoon. Dat is echt om heel veel geld. Je gaat echt over de 100.000 euro heen. Ja, gaat goed. Nou, gelukkig. Zorg even dat je alle T's en D's goed uitspreekt. Lukt dat met die kauwgom? Een aarde sleep, een teken van sneeuw, valt om ons heen, een prachtig moment. Het gaat naar wat je investeert in platen. Hè. Het is vorig jaar een paar keer overweg geweest naar buitenland toe. 2 clips gedraaid. Je moet die locatie moet huren. Er moet een auto komen, je moet daar vervoer hebben. Een boot hebben gehuurd voor de laatste clip allemaal. Nu dus met de album zijn we bezig.
Nach ne Weile war alles vorbei. Doch hab ich dich. Alright. Nee, gaat goed. Gaat heel goed. Lekker losje zingen. Beetje gezelligheid. Ja. Na vanaf weet ik zeker, ik laat je niet meer gaan. Ja. Gaat omhoog, hè? Hij gaat omhoog, hè, ja. Ja, drank gehad, hè, gisteren. Nog niet veel. Ik valt wel mee. Als je hem op een podium zet, weet hij de mensen te entertainen. Hij weet de mensen te vermaken. Hij heeft zijn praatje klaar. Het is een flamboyante gozer. Misschien niet de allerbeste zanger ter wereld, maar daar gaat het ook niet om. Hij is er zelf ook al van bewust dat hij niet binnen een maand de status van Gerrit Joling heeft. Want dat kan gewoon niet. Gerrit heeft er ook 30 jaar over gedaan. Dus hij moet langzaam bouwen aan een carrière. Als uiteindelijk je optredens minder zijn als je investering, ja, dan ben je een keertje klaar gewoon anders zo. Kijk mee, je ziet gewoon een gezellig sfeertje, dus een paar wijntjes horen nu erbij, toch? Rutger gaat met zijn moeder op zoek naar nieuwe kleren voor een zangwedstrijd, voor het Waalkadefeest van Frans Duits. We hebben een hele goede band, ja. Ja, ik was natuurlijk veel jonger. Ik was pas net 21, hè, toen ik Rutger kreeg. Dus 20 zelfs. 20 was jij, ja. We maken ook wel veel gein tegen elkaar en we kunnen best wel... Dus ze moeten niet aan hem komen, hè? Nee. Ik ben, Rutger was 3, toen ben ik gescheiden. En toen hebben wij een jaar bij mijn ouders, of ik een jaar dan met Rutger samen, bij mijn ouders gewoond. En ja, later kwam ik dan bij mijn huidige man, zeg maar. Toen gingen wij in Appeltern wonen. Maar ja, dan ging die naar de school en mag bij opa en oma slapen, want hoeft niet zo vroeg op. En zo gebeurde het dat Rutger steeds meer bij opa en oma was en vanaf zijn 6e er voor altijd bleef. Ik heb wel een hele tijd een schuldgevoel gehad. Ik dacht van, oh... En toen zei mijn man van, ja, weet je, het is zijn eigen keus. Ik bedoel, hij hoeft niet naar je vader en moeder. En je vader en moeder zeggen niet, je moet hier blijven. Nee, niet echt moeilijk. Nee, als ik mijn ouders zag en ja, die deed zoveel plezier, dus dan is het niet zo moeilijk, hè. Nee. Goedemiddag, Jan. Ja, leuk, man. Hoe is het? Ja, leuk. Welkom. Ja, dankjewel, joh. Gezellig. Ja, hoop ik wel. Ja, ik heb een paar mensen meegenomen. Vind je het goed? Ja, ik vind het best. Ja, mooi. Kom Tuurlijk. Binnen. Hallo. Jan Zweijers. DJ Jan is de baas van radio Yellowbird. Een zender die alleen via internet te beluisteren is. Maar voor het eerst dat ik hier ben eigenlijk. Ja, ja. Jullie promoten de singles. Nou, dan zijn wij als artiesten dan zijn we er heel blij mee. Ja. En ik vind het fantastisch, joh. Kijk, een Frans Bauer en een Marianne Weber hebben dat echt niet meer nodig. Hè? Nee, zoals jullie, die hebben het en ook, nodig. Kijk. Ja. Is geen plakplaat. Ja, haal hem er maar af. Ja. Dat is echt, hè? Ja. Al hebben ze 2 of 3 luisteraars, dat maakt mij helemaal niks uit. Iedereen moet gewoon jouw product, jouw nummers kunnen horen. Ja, het is even trappen lopen, Johan, hè? Pff, wist ik dat 4 verdiepingen was hier. Nou, hier zitten Zo. We. Hier zitten we dan. Ja, leuk. Leuk, hè? Dat zijn een beetje de foto's allemaal, hè? Ah, leuk. Ja. Want er zijn er eigenlijk veel, heel erg veel zelfs tegenwoordig. Ja. Dat wel. Iedereen denkt tegenwoordig dat ze zingen kunnen. En dan zijn er een hele hoop platen die ik dus toegestuurd krijg die zo de kliko ingaan. Want dat is niet meer aan te horen. Kun je zien hoeveel luisteraars je hebt, ja, ook, of niet? Ja. En dat zijn er?
Ja, het ligt heel verschillend. Zoals gisteravond hadden we er een 30 aan hangen. Ja. Ja, maar je weet nooit hoeveel luisteraars je hebt. Want niet iedereen die 30 stuurt berichtjes natuurlijk. Nee, maar er zitten 30 computers aangesloten. Ja. Maar er zijn mensen bij, die hebben misschien een verjaardag. Die zitten met de 20 man in de huiskamer. Dat bedoel ik. Dus je ziet nooit hoeveel luisteraars je hebt, maar wel hoeveel computers er aangesloten zitten. Dat kun je wel zien. Dat kun je wel zien. Ja. Luisteraars, een bijzondere goedemiddag. Hartelijk welkom natuurlijk bij Radio Yellowbird vanuit die mooie Parkstad Arnhem. Vanuit Studio 1 met jullie eigen, DJ Jan natuurlijk. Jan tot bovenaan. En we hebben vanmiddag een studiogast. En die gaan we dadelijk even aan jullie voorstellen. Ik heb ook de chatroom maar aangezet. En wil je daar even gezellig komen zitten, dan kan natuurlijk. Van harte welkom natuurlijk in de studio van de Yellowbird Radio. Johan, jij hebt... Een nieuwe single uitgebracht. Ik heb hem op TV Oranje gezien en nog ergens. Ja. En wat schetst mij verbazing, dat heb je geflikt samen met Johan Fleming. En ik heb hem ervoor staan. Hoe wil je dat? Zullen we hem draaien? Leuk. Nou, ja. Daar gaan we dan. Goed Johan zo. En Johan Flemings met Het Legioen. Er zijn heel veel mensen die dus ook wel denken dat ze kunnen zingen natuurlijk. Ik verbeel mezelf helemaal niks dat niet. Alleen je moet tegenwoordig een goede kruiwagen hebben of je moet met een flink pak geld komen. Dat je bekend, beroemd wordt. Zo werkt het. Ik ga gewoon van mijn eigen krachten ga ik gewoon uit. En zo hoop ik natuurlijk wel dat dat je wat bekender wordt. Wat beroemder. En, dat is wel een droom van mij, dat je overal staat te zingen en het publiek dat zingt jouw liedje mee. Luisteraars, de groetjes bij Zwaai, ook namens Johan en zijn vrouwtje aan TV Gelderland. Hartstikke leuk dat jullie er even bij waren. En tot een volgende keer, de groetjes en doei doei! Zo bootachtig. Ja, met of ik kan zeilen. Maar de blues vond ik wel heel mooi. Vind je dat niet mooi? Wel, ik vind het wel mooi, maar... Ja, ik zeg wel wat ik mooi en niet mooi vind. Ik vind het allemaal wel mooi hoor. Wat die uitzicht vind ik wel heel mooi. Maar soms vind ik het te netjes. Of ja, niet te netjes, te klassiek zeg maar voor zijn leeftijd. Ik weet zeker dat hij straks de haren was. Hoef je niet te kijken. Stijf. Ja, mijn moeder vindt dit gewoon te... Stijf. Nee, dat niet. Dit. Ja, dit. Ja. Ja. En ik vind deze broek gewoon leuk. Ja. Eind niet. Ik niet. Oh, ja. Dankjewel. Ik vind wel dat hij een baan moet hebben. Of nou een studie is, een baan is. Maakt niet uit. Maar ik bedoel, hier kan hij niet zijn kost nog niet mee verdienen. Dus ja, als hij op zijn eigen wil wonen of ooit samen wil wonen, zul je toch aan je geld moeten komen, denk ik. Ja, tegenwoordig zingt heel... Nee, ja, ik ben heel nuchter in die dingen. Heel Nederland zingt. Ja. Ja, dat vind je een prijzen, man, hoor. Oh nee, maar ik ben wel trots op jou. Maar ik bedoel, dat is gewoon zo. Heel Nederland zingt gewoon. Zet TV Oranje maar aan. Ik bedoel, of ze nou kunnen zingen of niet, alles zingt. Ja, toch? Vind ik. Vind jij het niet... Niet mooi dan? Ja, ik vind het sjaaltje wel leuk, maar te propperig. Ja, ik denk dat hij 2,5 was. Daar heb ik hem op muziek en beweging gedaan. Vond hij prachtig. En toen heeft hij 6 jaar op keyboardles gezeten. Toen heeft hij nog op een koor gezeten bij de muziekschool. En die juffrouw zei eigenlijk van, je moet gaan zingen. En zo is het begonnen. Deze wordt het niet. Die wordt het niet. Nou, kom mee. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja.
Doei! Nou, hij ook weer binnen. Zo'n oranje sjaaltje moeten. Nederlands elftal. Dit vind ik ook leuk. Volgens mij zie ik allemaal wel tikkie gespannen kopjes. Want de winnaar is... Ja, alle artiesten, heel veel artiesten zijn weer bij elkaar. En het is altijd een leuke ontmoeting, is dat één keer per jaar. Vorig jaar heb ik helaas over moeten slaan vanwege andere verplichtingen. Nu ben ik eindelijk weer bij. Heerlijk hoor. Ik doe het graag voor Ronnie Tober. Echt aardige man. Er zijn aankomende artiesten staan erbij. Maar er zijn ook best wel grote toppers. Ja, natuurlijk Ronnie Tober, Erna Temming, Justine, Pamela net opgetreden. Dus ja, dat zijn toch namen zijn dat. En voel ik me vereerd dat je ertussen mag staan. Dat vind ik leuk. Ja. Even wat toverspul erop. Ja, dat is het echt, hoor. Ja, goed, ik heb niet een al te gave huid natuurlijk. En dat bedekt een beetje de putjes en de rode vlekjes en zo. En dan... En voor de rest heb ik... Zo dadelijk als het opgedroogd is, dan... krijg je gewoon echt een facelift gezicht. Hè? Dan krijg je een strak smoeltje van. En dan ga ik even zingen. Ja. Adem in. Ja, je ziet het toch beter dan hetzelfde. Dat doe ik niet altijd hoor, dit. Een speciaal optreden, als je weet dat er toevallig camera bij kan zijn, dan glim je niet zo. En ik glim nogal snel. Beetje een vette kop. Ja. Ja, dat was even gezellig, toch? Dat is jammer. De volgende artiest is een man die ook al jaren bezig is. Geef hem een geweldig applaus. Johan! Een zwoude beweging, kom op! Ik hou je vast en ik laat je nooit meer gaan. Met jou kan ik de hele wereld aan. Zoals je bent, zoals je lacht, schijnt de zon hier elke dag. Nee, jou wil ik nooit meer kwijt. De laatste single was samen met Johan Flemmings, dat nummer heb ik zelf geschreven. Het legioen. Speciaal natuurlijk voor het EK voetbal. Alleen ja, iedereen weet wel wat Oranje heeft gedaan met het voetballen. Helaas. We hebben er wel een aantal leuke dingen mee bereikt. Onder andere Live for You, Carlo en Irene, Editie NL. Zelfs het jeugdjournaal hebben we gehaald. Dat vond ik heel erg leuk. Alleen er zat nog veel meer in petto. Er waren plannen dat we zelfs naar de Oekraïne zouden gaan. Ja, dat is helaas niet doorgegaan vanwege de slechte presentaties van het elftal. Maar ja, nu ben ik alweer bezig weer met een nieuwe single. We gaan aanstaande maandag gaan we weer een clip opnemen daarmee. Ja, we kijken al. Continu gaan we weer door. Dat, ja. Naar Zwoude, heel veel plezier nog. Met nog heel veel artiesten hier vanmiddag en vanavond. Ik vond het gezellig. Tot volgend jaar. Dank jullie wel. Tot ziens. Dames en heren, Johan! Voor het voorprogramma. Voor het voorprogramma, ja. Naam? Rutger van Barneveld. Rutger, ja. Oké, kijk.
Ik heb een mooi blauw bandje gekregen. Ik heb mijn eigen opgegeven via de zakengids. Vertelde ze over een wedstrijd. Een wedstrijd om een duet te winnen met Frans in 2013. Ja, en dat leek mij natuurlijk wel helemaal te gek om met de grote ster uit Tiel natuurlijk een duet te winnen. Dus ja, vandaar dat ik hier ben. En ik ben uitgekozen om dan mee te doen hier bij de laatste vijf. Dus dat is wel hartstikke tof. Ja, komt goed. We moeten even flink aan de bak. Ik ben benieuwd. Ja, ik ben ook benieuwd. Vrij voor de wedstrijd. Toen zei, heb ik gelijk ja gezegd van ja, wanneer krijg je nou de kans om op zo'n concert te staan? Ik weet wel wat tegen wie ik het opneem, maar ik weet, ik ken geen één van allemaal. Nee, helaas. Dat is nog nooit ontmoet. Hoi. Hoi. Ja, nou daar zijn we dan. Ja, wij ook. Ja. Heb je er wel zin in? Jazeker. Ja. Ik altijd. Nou, mooi zo. Maar jij hebt meegedaan met het Nationaal Songfestival, hè? Met Sinneke, toch? Ja. Ja. Ja, wij komen elkaar regelmatig, zo af en toe een keertje tegen. En hij heeft onderlaatst het feestje van mijn opa gedaan, dus dat dus ik weet wat hij zingt. Ja, absoluut. Nou, maar leuk, heel leuk. Dus. Alleen ze zijn een beetje zenuwachtig, zei je net. Maar dat hoeft helemaal niet. Gewoon lekker zingen. Maar ons best op. Biertje erbij, is dat een biertje bij jou? Nee, ik moet nog rijden zo. Ja, als je mij nu zegt, joh, wie gaat er winnen, dat heb ik geen idee van. De beste mogen winnen, laten we zo zeggen. Maar ik vind het wel leuk dat ze erbij zijn, absoluut. Ja. En de volgende staat nu klaar. We gaan weer een feestje maken. Dan zien we een nieuwe applaus toe. Rutger met Helena. Zo. Dus ja. Ik ben eigenlijk best benieuwd. Ja, naar het eindtoneel, ja. Absoluut. Volgens mij zie ik allemaal wel tikkie gespannen kopjes. Zijn jullie er al uit, Daniel? Of heb je nog wat tijd nodig? Peggy, ja, die gaat gewoon tekeer. Die catwalk op als eerste. Alsof er niks in de hand, alsof ze al jaren staat. Het deed heel erg goed. Ja, Rutger, man. Ik bedoel, ik ben binnenkort jarig en dan moet jij komen. Want ik vind jou gewoon gezellig. Als jij ergens komt, is het meteen gezellig. Dus van Rutger word ik heel blij. Ik heb een Hollands hart. Maar we hebben wel één winnaar. En het is dus geen winnares, sorry dames. Want de winnaar is Rutger! Vijf kanjes, maar één kan de winnaar zijn, Rutger! Dankjewel. Heerlijk. Ha, we kunnen feesten, man. Echt super, echt verdiend.
geld. Je zult gewoon even moeten sappen, want dan heb ik die UPC, ja. Ja, maar niet. Ja, nou. Een klein beetje. Toch maar wel. Best kan ik er gewoon eerst die sla snijden en dan wassen. Nee. Nou, zie je dit. Eerst die eraf. Makkelijk. Het grappige is, sinds ik verkering heb, kook ik steeds meer. Maar vanavond doen we wraps en dat vind ik altijd heerlijk om te koken. Dat doe ik altijd liefst zelf koken. Dat vind ik altijd, vind het gewoon lekker om zelf te zien wat erin gaat. En iedere keer weer iets anders. Dan weer keer, vanavond doen we Mexicaanse wraps. Eén keer, andere keer doen we weer oosters. Ja, van alles. Je kunt er eigenlijk van alles mee doen. Ik woon nog thuis, ja. Ja. Mijn vriend ook. En pas nu hebben we net 10 maanden verkering. Dus ja, we hebben nog tijd genoeg. We zijn allebei nog jong en eerst maar eens eventjes wat opbouwen voordat we verder gaan. Voordat we de volgende stap zetten. Iets dun als gatje. Ja. Wordt een keer tijd, hè? Ja, ik heb vorig jaar, eind van het jaar, heb ik nog gezegd, hè, Pek? Ja. Toen zei ik nog van, als je nou niet gauw verkering zoekt, dan zet ik je op marktplaats. Maar dat hoeft al niet meer, want toen had ze verkering. Ze hebben ooit eens een keer een vriendje gehad, maar dat was een 2 weken en er was niks. En daarna ja, was ze zo druk met zingen en alles. En toen had ze ook die idee van, ja, gaat het dan wel om mij of gaat het dan om het zingen, weet je wel. Ik heb al een paar keer gevraagd van, daar hoef ik niet meer mee te gaan. Nee, maar jij weet precies het geluid. Dus ja, dan krijg je dat het weer. Het is gewoon nog fijn om iemand bij je te hebben die ook echt vertrouwt. Oh, ook dat nog. Anders even. Soep een beetje lekker? Die hebben hem heerlijk gemaakt. Kijk, moet jij de soep? Nee, ik ben niet zo'n soepmens. Dus ik vind 1 keer in de week vind ik genoeg en ik heb al op van de week. Ik vind niet echt. Die wrap die vult ook altijd heel erg al bij mij. Dus ik sla geen belangrijke maaltijden over of zo. Het enige wat ik gewoon niet doe is nou gewoon snoepen. Ja. Ik probeer zoveel mogelijk te sporten. Nou, maar ze past wel op. Ik heb echt de bouw van mijn vader, van mijn vaders kant. En wij zijn allemaal rond en klein. En grof. En grof. Het staat ook niet zo mooi op de bühne. Nee. Als je het af en toe ziet, ik vind dat niet zo mooi. Ik vind een buikje. Wel een beetje figuur mag er wel staan. Een buikje à la, maar dat heb je toch altijd wel. Als je echt die techniek zit, dan haal je toch altijd je buik naar voren. Maar als het nou 3-4 rollen is, dan heb ik zoiets van nee. Dat hoeft niet. Nee. Ik vind het mooi zoals het is. En je moet je niet anders volgen. Nee, maar anders, jij weet hoe ik mientje. Ja, nee, je tante, je op het moment dat je 30 kilo overgewicht hebt, is een ander verhaal. Maar ja. Ik vind het niet stom, maar soms overdreven. Ja, ja. Soms te. Nou. Maar dat is vrouwen eigen. Ja, dat weet ik. Wij horen kriefjes op onszelf te zijn. Dat zullen we altijd zijn, dat zal nooit veranderen. Peggy kent Brian van de Markt. Zij staat in de kaaskraam, hij is sokkenboer. Maar Brian is vooral professioneel ijshockeyer. Hij traint 3 keer in de week. Ja, maar niet uit. Ik moet een stukje doorrijden tot eind van de straat. Vind je niet een beetje heel erg vol? Het was wel lekker. Dat is het belangrijkste. Yo boys. Dit is de kleedkamer. Ja, het ruikt goed, hè? Ja, dit is wel een hele andere wereld. Wat een mannelijkere wereld. Ja, dat is zeker waar. Het is gewoon leuk om te zien dat ze een groei doormaakt. Hoe ze de eerste week zeg maar, op het podium stond toen ik erbij was, naar hoe ze nu is, is gewoon een stuk volwassener daarin geworden. In het zingen en alles. Ik geloof zeker in plekken, ja. Het is alleen afwachten of ze de juiste mensen tegen gaat komen. Om te komen waar ze het liefst wilt zijn natuurlijk. En dat is in de top. Ja. Ben je gek op Tech? Ja, heel gek. Ja, ik kan niet meer zonder. Ja, daar ben ik weer eerlijk in. Ik hoop natuurlijk, hij is mijn allereerste echte vriendje.
Ja, en je hoopt natuurlijk dat het allereerste keer raak is. Ronnie. Dag, Ronnie. Dag, jongen. Hoe is jongen? Als leuk. Dat is schat. Hoe is het met jou? Het ziet er mooi uit. Altijd ziet het er mooi uit, hè? Hey, mooi weer, hè? Prachtig, man. Wil je een colaatje of weer een pilsje met mij? Doe maar een wijntje. We staan hier voor de Ronnie Tober Foundation. En ja, Ronnie en ik die kennen elkaar al ruim 20 jaar. En ik vind het gewoon geweldig om hier belangeloos op te treden voor zijn stichting voor mensen met een verstandelijke beperking. Gewoon helemaal super. Dus we gaan er gewoon een hele leuke dag van maken. Dus ze zeggen, kom mee en we gaan knallen. Let's go. Mijn grote vriendin uit Turkije. Hey, schatje. Hoe is het, schatje? Ja, heel goed. Of met de Casanova. Hallo. Hele goede vriend René. Uit het artiestencircuit. Ja, nou, maar jij bent ook een topper. Dit is een topper, hè? René Leblanc. Ja, spreek ik het goed uit? Ja, ik vind het gewoon gezellig, jongen. Kijk, het risico van vandaag is gewoon dat je gewoon natuurlijk pas laat moet zingen. En je bent al vroeg aanwezig. Dus, normaal gesproken doe ik dat niet. Dan kom ik ongeveer een kwartier van tevoren kom ik aan voor een optreden. En dan kleed ik mij gewoon en dan ga ik gewoon zingen. Dan trek ik even nog de tijd uit voor de fans om een handtekening te zetten en wat foto's te maken. En drink ik soms een wijntje mee, maar nou, vandaag gaat het toch wel gezellig mee met Ronnie en zijn fans allemaal. Dit is voor mijn optreden de tweede. En ik heb de hele dag gereserveerd voor Ronnie Tober. We gaan vanavond zelfs met z'n allen nog borrelen, een glaasje champagne drinken. En ik ben dus niet de Bob vanavond, maar dat heb je wel begrepen. En we worden opgehaald door de chauffeur, dus... helemaal super vandaag. Wel mee, toch? Dat spreekt dezelfde taal. Gaat het goed? Droben, ik kun je de waren bestaan. Hatschee! Dames en heren, een man. Met een enorm stembereik uit Gelderland, René Leblanc! Oh, goed! Chris, we gaan knallen, daar komt hij! Je handen, 1, 2, 3, hier vooraan ook, hè! Maar waar is Jacqueline? Hey! Ja, ja, ze heet die Jacqueline. Kun je die handen zien, hè? Ze was heel mooi, het was een blondine. En toen ik in haar mooie ogen keek, was ik totaal... Ik wil die handen zien, oh, de gast, komt hij! Ja, ja, ze heet die Jacqueline. Ze was. Ze was heel mooi, want ze komt hier. Nog één. Nou, zeg even een applaus. Zijn we Jacqueline van vanavond. We wensen heel veel plezier met Ronnie Tober Foundation. En misschien tot volgend jaar. Dankjewel. Hey! Meneer Wang. Dankjewel, man. Toffie. Super. Het is een heel gezellig sfeertje en vandaag doen we een keer gezellig mee. Normaal doen we het nooit voor een optreden. Daarna gezellig één wijntje. Maar nu is gewoon, kijk mee, je ziet gewoon een gezellig sfeertje. Dus een paar wijntjes horen nu erbij, toch? Op jullie, proost. De story. Nou, zullen we erin staan of niet? Ja, het kan maar zo. Je voelt je alleen. Ja, besodemieterd. Heel erg besodemieterd. Moest er wel even aan wennen, Leblanc. Ja, ik vind het wel leuk. Ik moest kijken om Bosma, hè. Ja, ik vind het leuk. Lekker jong komen. Dan doe nee, doe dan maar... Als laatste? Nee, ik wil die als laatste doen. Welke? Die. Ik doe het wel weer. Hoort zo, meisje. Nou, de laatste single, die vind ik heel lang. Die ben ik na 2 minuten ben ik hem al kwijt. Ja. Dan ben ik oké, lang genoeg hoor. Lullig dat ik dat zo zeg. Maar, nee, wel eerlijk toch? Ja, ja, ik ben eerlijk, dat weet je. Je mag gaan staan, je mag op de tafel staan, je mag alles doen waar je zin in hebt. Wij moeten hier staan. Doe nog één keer dat laatste doen. Ik,
ik heb zoiets van de een wordt brandweerman en de ander wordt piloot. En je moet je opleiding volgen. Maar ik denk dat de muziek iets is waar je mee gewoon geboren wordt. Gewoon een soort gave, zeg maar.